Vanavond is het weer zover. Dan staat het Nederlands elftal tegenover Frankrijk in de groepsfase van het EK voetbal. Veel mensen hebben hun straat of tuin al versierd of er ligt op zijn minst een oranje outfit klaar. Maar echt de sfeer van het EK in huis halen kan momenteel ook met onze radiozender RN7NL. En we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. Ja, de grootste oranje hits hoor je natuurlijk op RN7NL. En dat vind je gewoon via RN7.nl. Normaal gesproken is het eigenlijk altijd al een feestje op de zender van RN7NL. Met aan de lopende band de gezelligste Nederlandstalige meezingers. Maar tijdens het EK wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Wat er anders is? Nou ja, is dat wij in deze tijd van het EK, het RN7NL station, een beetje oranje hebben omgedoopt. Dus een beetje de oranje zender. Dus je hoort heel veel muziek wat allemaal met voetbal te maken heeft ook. Ja, wij zijn het oranje legioen. En dat oranje repertoire is behoorlijk breed. Nou, dat is echt alles qua voetbal, maar dat kan ook de oude nummers zijn. Van denk even aan André Hazes uit het succesjaar 1988, Wij houden van oranje. En ook nu de nieuwe hits natuurlijk met Wesley Sneijder heeft een plaat uit. En de knijter, ik zou hem even laten horen, de oranje bewaarder natuurlijk. Ik weet nu dat de oranje bewaarder bestaat. Het wordt prachtig. Net als in 1988. En als Maurice zelf kleur moet bekennen, is zijn favoriet natuurlijk... Natuurlijk blijft bij mij nog altijd André Hazes in mijn hoofd hangen van Wij houden van oranje. Omdat dat met het succesjaar 1988 te maken heeft. Maar van dit moment toch wel de oranje bewaren wordt. En mocht Nederland nou toch niet die finale halen, dan is RN7NL er na het EK natuurlijk ook gewoon. Ja, als je gewoon houdt van lekker vrolijke muziek, Nederlandstalig, een beetje Duits, wat Engels en ook de lokale artiesten die uit deze regio komen, Nederlandstalig, ja, dan moet je gewoon daar naartoe luisteren. Het is gewoon het feestje op de radio. Maar zover is het nog niet. Eerst staat vanavond nog de wedstrijd tegen Frankrijk op het programma. Even een kleine voorspelling? Mbappé doet wel mee, heb ik begrepen. Ik denk gelijkspel, 1-1.